Welcome, this is the energy vibration lesson for the fifth sun, moon, and rising sign. Ik was zeggen bedankt voor de stone. De week is de tweede week, weekbegin vanaf de 10 tot en met 16. De week is een emotional week, het is een goed week voor jullie. Heel veel informatie komt uit over situatie. Je gaat even zien positieve situatie dat even gaan uitwerken. Nou, maandag hebben jullie een situatie met iemand als het was iemand, als sommige van jullie hebben een situatie met een man dat is tussen leeftijd van 25 en 45. Er is een house situatie. En een brik komt naar jou naartoe. Dan hebben wij op dinsdag informatie komt naar je toe over een huis. En je hoeft geen zorgen te maken. Dan hebben wij woensdag een situatie. Je zit vast te houden aan je geld. En dat kunnen mee te maken met de koningin van de Pentacles op donderdag. Vrijdag heb je de 7 van Pentacles. Sommige van jullie wil een nieuwe start, maar het is een beetje langzamer aan het komen. Jullie willen een nieuwe start, maar het is een beetje langzamer aan het komen. Dan hebben wij beoordelen. Iets wat je was niet van geweten, is daar een eind gaat hier te komen. Een nieuw start, conflict komt in. Whatever the conflict is, the conflict is now over, okay? Conflict is now over. Now, hou vast om je geld. Sommige van jullie hou vast om je geld. Maar voor de koningin van de Pentacles. En dan hebben wij de prinses, de koningin. This is a Taurus, Virgo or a Capricorn. Now, there is a situatie waar je gaat even informatie van deze vrouw horen. Over de koningin van Waterman, een weeskal of een tweeling. En een solution komt voor de koningin. But there's a block met die informatie naar haar toe te komen. Maar goed nieuws komt. Maar deze dame probeert de goede nieuws om even te blokkeren. Van jou of nieuws van tussen jullie twee. Deze dame probeert te blokkeren. Dus wees voorzichtig wat hier gebeurt. Okay? Wat ik ga even tegen jullie zeggen is dat een positieve situatie is wordt in deze week gekomen. Some news. Nieuws komt voor je partner. Als je partner is een steermaker of steenbok. Positief nieuws komt van jezelf en je partner. Okay? Situatie hier. Daar zit een bepaalde situatie dat zit hier uit te spelen. Wat je had niet geweten over een situatie. Nou komt bloot boven water. Je zit om te dromen en hoop voor een snel nieuwe stad. Maar is zoiets als deze stad is een beetje langzamer. Is zoiets als je wordt geblokkeerd. Is een beetje langzamer deze nieuwe stad. Maar een nieuwe stad komt toch best wel in voor jullie. Nou, je krijgt Otis. Otis is de energie voor jullie Waterman vis mensen. Otis is de energie. Dus het is een positieve goed nieuws over de energie of Otis. Dus het is een positieve nieuws. Dus maak hier geen zorgen over. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Namaste, tot de volgende keer.